De Organisatie van Amerikaanse Staten, OAS, bevordert samenwerking voor democratie, ontwikkeling en veiligheid in Amerika. Suriname is lid sinds 1977 en heeft minister van Buitenlandse Zaken, Albert Ramdin, voorgedragen als kandidaat voor de positie van secretaris-generaal van de OAS voor de periode van 2025 tot 2030. Ramdin heeft ruime ervaring in internationale onderhandelingen en wordt beschouwd als een sterke kandidaat voor deze rol. Zijn nominatie markeert een kans voor Suriname om zich internationaal te profileren en de regering te ondersteunen bij economisch herstel en duurzame ontwikkeling. De bacheloropleidingen scheikunde en wiskunde van de faculteit der wis- en natuurwetenschappen van de Anton de Kom Universiteit van Suriname zijn geherakkrediteerd door het Nationaal Orgaan van Accreditatie. De opleidingen werden in 2017 voor het eerst geaccrediteerd. Na 6 jaar worden opleidingen opnieuw geëvalueerd door een visitatiepanel en op basis van een positieve evaluatie zijn deze opleidingen opnieuw voor 6 jaar geaccrediteerd. De ADECUS stelt in totaal 19 geaccrediteerde opleidingen, waaronder 3 van de faculteit der wis- en natuurwetenschappen. Januari is wereldwijd baarmoederhalskankerbewustwordingsmaand. De WHO benadrukt het belang van vroege diagnose, behandeling en preventie van baarmoederhalskanker met het thema Learn, Prevent, Screen. Het is een van de belangrijkste doodsoorzaken bij vrouwen wereldwijd en de tweede in Suriname. Preventie door vaccinatie, screening en gezonde levensstijl kan de impact van deze kanker verminderen. Het HPV-vaccin en regelmatige screening vanaf 30 jaar spelen een cruciale rol in de vroege detectie van behandeling.